Vaak denken we dat als we anderen willen overtuigen, we vooral zelf heel snel aan de slag moeten met het presenteren van de beste, briljante argumenten. Toch is dat meestal niet verstandig en kun je veel beter eerst tijd investeren in het stellen van vragen en het goed luisteren aan diegene die jij wil overtuigen. Waarom dat zo is en hoe je dat aanpakt, dat leg ik uit in deze video. De eerste stap in het proces van het overtuigen van andere mensen is door de welwillende aandacht van die personen te krijgen. Zolang mensen niet bereid zijn om naar jou te luisteren en bereid zijn om door jou overtuigd te worden, kun je met de meest fantastische argumenten komen, maar zal dat nergens toe leiden. En een goede manier om die welwillende aandacht te krijgen is door interesse te tonen. Stel vragen aan degene die je wil overtuigen. Luister naar de antwoorden en stel vervolgvragen. Op die manier krijg je op de eerste plaats de sympathie van die personen. Omdat je interesse in ze toont. Omdat je laat zien dat je wil weten hoe zij over een onderwerp denken. Maar minimaal zo belangrijk is het feit dat door het stellen van die vragen en het luisteren naar de antwoorden en het doorvragen, je inzicht krijgt in de belevingswereld van diegene die jij wil overtuigen. En dat heb je nodig. Want te vaak denken we dat wij anderen kunnen overtuigen met die argumenten die onszelf overtuigd hebben. Maar dat wil niet zeggen dat dat de argumenten zijn die iemand anders overtuigt. Dus door inzicht te krijgen in de belevingswereld van iemand anders, weet je vervolgens ook welke argumenten je zal moeten aandragen om die persoon te overtuigen. Luister dus vooral. Stel je wil iemand ervan overtuigen dat het belangrijk is dat iedereen zich laat vaccineren tegen corona. En jouw belangrijkste argument daarvoor is dat dit de beste manier is om corona te bestrijden. Maar degene die je probeert te overtuigen twijfelt vooral omdat hij bang is om zich te laten vaccineren. Nou, in dat geval zul je de aandacht aan moeten besteden. Stel er vragen over. Hoe groot is die angst? Waar komt de angst vandaan? Zijn er wellicht dingen die zouden kunnen helpen om de angst te verminderen? Pas als je daar aandacht aan hebt besteed, begrip hebt getoond, kun je daarna proberen argumenten naar voren te brengen om de ander te overtuigen. Mijn advies zou zijn om tijdens zo'n gesprek 2/3 van de tijd te besteden aan de argumenten van degene die je wil overtuigen en maximaal 1/3 van de tijd te besteden aan jouw eigen argumenten. Kortom, toon interesse, stel vragen, vraag door en speel daar op in. Succes! Vond je dit een interessante tip en overweeg je om jouw overtuigingskracht verder te ontwikkelen? Ga dan eens naar onze website www.debatinstituut.nl/trainingen of neem contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen je verder helpen.